Samuel Eco tegen Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 20 november 2015. Dat is een bulletin van vrijdag. Vandaag in de uitzending komt Testia met de gebruikelijke instellingen. En in de laatste minuut komt Testia met 8 tonen. Eens kijken of dat wil werken. Vandaag is de uitzending grotendeels een herhaling van die van gisteren. Ik doe dat niet zo vaak. Maar zoals verschillende mensen vanmiddag hebben kunnen horen, heb ik een groot deel van de dag in het ziekenhuis doorgebracht vanwege, jawel, mijn linkervoet, waarmee ik 2,5 weken geleden per ongeluk tegen een doos kattenbakkorrels aanschopte. Uiteindelijk ben ik met een wit voetje uit het ziekenhuis gekomen, een drukverband, waar ik de komende dagen mee moet rondlopen. Vanwege allerlei verplichtingen was er dus geen tijd voor een geheel nieuwe uitzending, tenminste niet als ik vanavond ook nog een uitzending op PI3 UTR wil doen. Overigens is de data-uitzending vandaag dus wel een andere dan gisteren, dat wil zeggen een andere tekst. En in de laatste minuut, zoals ik al zei, komt Testia met 8 in plaats van 2 tonen. Gisteren was dat 4. Ik ben erg benieuwd dat het werkt. Eén nieuwsbericht wil ik er wel aan toevoegen, dat springt er voor mij uit. Er is een nieuwe vorm van malware ontdekt voor Android-toestellen. Deze malware maakt gebruik van de Android Accessibility Service. Een service die is ontworpen om blinden en slechtzienden op een alternatieve manier te laten werken met het besturingssysteem. De malware, genaamd Shadoon, wordt gebundeld met bestaande apps en aangeboden op alternatieve appstores. Eenmaal geïnstalleerd poogt de malware gebruikers zover te krijgen de app toegang te geven tot de Android Accessibility Service. Je kunt wel voorstellen wat je kunt verwachten in zo'n geval. Er wordt nog meer malware geïnstalleerd. De website van de ERRL meldde gisteren dat de 60 meter allocatie erdoor is op de WRC15. Ook hamnieuws.nl publiceert daar in het Nederlands over. 15 watt EIRP is het maximale vermogen. Dat is ongeveer 50 watt voor normale mensen gesproken. Maar dat is niet wereldwijd. In sommige delen van de wereld zal 25 watt EIRP worden toegestaan. Dat komt neer op ongeveer 100 watt. Het is nu zeker dat de band wereldwijd een amateurband is en dat is de eerste keer sinds 1979 dat er op HF een wereldwijde allocatie bij komt. Het besluit dat het pas later van kracht wordt, betekent nog niet dat het bandje tussen 5351.5 en 5366.5 kHz al direct wereldwijd gebruikt zal mogen worden. Verschillende administraties, bijvoorbeeld landen waar 5 MHz vrijwel vanaf het eerste uur was toegestaan, zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk, die hebben al aangegeven dat er wat er ook uit de WRC 15 komt, bij hen voorlopig niets zal veranderen. Het besluit heeft dan ook geen consequenties voor de band zoals die er nu in Nederland komt. Die band is een stuk groter dan de 15 kHz, namelijk 100 kHz. Naar verluidt geldt de nieuwe regeling, zoals die zeer binnenkort in Nederland van kracht wordt, tot 1 januari 2017. Mogelijk dat er dan wel een verandering komt. Er zijn echter verschillende landen die een vergelijkbare band als Nederland hebben. Dus het kan zijn dat we ook dan de beschikking houden over een band die beduidend groter is dan die van de wereldwijde allocatie. Iets vergelijkbaars geldt er in Nederland bijvoorbeeld ook op 70 MHz, waar wij tot de landen in Europa behoren die de grootste band en de meeste mogelijkheden hebben. Uit de publicatie van een brief van minister Kamp op de site overheid.nl blijkt dat de minister vindt dat de rol van digitale etertelevisie zoals Digitelle, ondanks het teruglopend aantal kijkers en het aflopen van de huidige vergunningen in 2017, niet is uitgespeeld. Voor de periode na 2017 zullen de frequenties opnieuw worden geveild. Het gaat daarbij om DVB T2. Deze plannen worden momenteel ook met Duitsland gecoördineerd. Wel zullen frequenties boven 700 MHz, momenteel kennelijk nog in gebruik, vrij worden gemaakt. Dit zal uiterlijk 2020 zijn beslag krijgen, waarna de band ruwweg 700 tot 860 MHz vrijkomt voor mobiele telecommunicatie. In de kaartweergave van hobbyscope.nl zijn weer wat wijzigingen gekomen. Allereerst wordt ook de tracking van APRS-stations bijgehouden. Een lijstje met stations die op Echolink UWV zijn en stations die met APRS zichtbaar zijn, verschijnt al langer rechts op de kaart. Er is verder nog een leuke optie die nog niet helemaal goed werkt, het multilateration experiment. Je krijgt daarmee op de kaart een kruis dat bij benadering aangeeft waar een station dat op dat moment uitzendt zich bevindt. Ja, riep je te trollen, zo wordt het nog wel eens erg gemakkelijk om te zien waar jullie zitten. Om de laatste mogelijkheid te zien, moet je op het icoon tussen het oog en de tandwieltjes klikken bovenaan. Ja, dus het lijkt een beetje op een stapeltje papieren. Je ziet dan het vakje Multilateration Experiment dat normaal open is. Als je daarop klikt, verschijnt er een vinkje en krijg je de nieuwe peiling op de kaart te zien. Het werkt overigens nog niet voor alle stations. Het hangt er een beetje vanaf of je in het midden van het bereik van het repeatersysteem zit of aan de randen. Er is weer een nieuwe zendbeperking bekend geworden vanwege de Red Bull Knockout van vrijdag 27 november tot en met zondag 29 november. En dat is in Scheveningen, 8 MHz rond 2365 MHz. De serie nummerzenders heeft waarschijnlijk in totaal 4 afleveringen dit keer. Ik heb er daarvan 2 uitgezonden. Ik heb overigens nog meer van dit materiaal, maar ik twijfel een klein beetje of deze lawaaiige fragmenten in gebrekkig Engels in de uitzending wel werken. Mogelijk gaan we binnenkort door met een nieuwe serie van eigen makelij over dit onderwerp in het Nederlands.
Vandaag echter heb ik in plaats van de nummerstations een ander fragment van deze week uit Still Untitled. Dat is de podcast van Adam Savage. Adam is bekend van Mythbusters. Adam sprak ooit openhartig met een Amerikaanse spion over diens werk. Fantastic. The movie, that is a movie that is really rewards multiple viewings too. Oh, does it really? Okay. There's so much to unwrap in there when you start thinking about it. Benedict Cumberbatch in his first big breakout role. I mean, he'd had some small ones before that, but that was his pre-Sherlock around the same time. Yeah. I think there's there's the fantasy of the world traveler, the loner, the world of espionage. Yeah. Politics is always interesting. Well, let me tell you a story. Just to finish this, I'll finish with a story from an actual spy I met who did a couple of, I think, three tours with the CIA. And this spy's spouse also worked in the CIA. Now, I was asking this person about what's in a go bag, because I always ask that of anybody I meet, right? And they said, there may be things in the go bag that aren't civilian knowledge, in which case they can't tell me about them. However, broadly speaking, what's in a go bag is whatever you need to get from wherever you are to wherever in the world you're needed within 36 hours. So this isn't your bug out bag. This isn't your get the hell out of Russia to someplace safe. You're holding a bag, and they tell you where you're supposed to go, and that bag has everything you need to get there, all the money, all the clothing, whatever. And I said, is there weaponry in the bag? And I said, no, you don't get the weaponry until you arrive on site. And then you hand over your true name, your passport, and they give you your new identity. So this person was telling me that they were stationed in a foreign country. Their spouse knew that they were in this country, but then there was an attack in one of the hotels in this country and several Americans were killed. Now the spouse, even though they work for the CIA, they don't know whether their spouse is one of the people that was killed, and they're in this foreign country in which the person I was talking to, they couldn't call out. Yeah. All the foreign communications are monitored. So they absolutely, for 2 weeks, couldn't alert their spouse that they were okay. Yeah. Wow. And they said they went through that 2 or 3 times in the time that they worked for the CIA. And that is a reality of what you'd call statecraft that I find I would not be suited for that. I would not do that very well at all. It is way too stressful. The psychology of, I mean, it's why they have to be loners in popular media. That's why they're always loners. Like in Casino Royale, Vesper Lynn says, you know, MI6 takes those orphans, troubled orphans, turn them into killers. Well, that was the situation. What is it? It's one of the Mission Impossible movies. I think it's 3, maybe, where he meets the girl, and then the next movie, he basically ends the marriage because he knows that it's going to, like, he can't be married and do that job. Ethan Hunt can't be married and have a family. I know, it's heartbreaking, isn't it? And it was the most brutal part of that entire series, at least for the 4 that I've seen. That's the Kerry Russell film. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.PA0ETE.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.